Goeiedag, wij gaan een update van 4 mei 2020. Vandaag met aandacht voor de status en informatie over het coronavirus in de regio Rivierenland, waarin we hebben afgesproken dat we zoveel mogelijk thuis blijven en wij houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Het landelijk aantal positief geteste personen is gestegen naar 40.770 en de ziekenhuisopnames zijn gestegen naar 11.037. Het aantal overleden personen is gestegen naar 5.082. Maar hoe is de situatie in onze regio per gemeente? Wij gaan de kaart en het overzicht. Dan ziet u eerst de kaart uiteraard met de hoeveelheid inwoners van Rivierenland. En dan gaan we naar de ziekenhuisopnames per gemeente. In Culemborg zijn dat er 21, in Buren 16, in Neder-Betuwe zijn er 31 mensen opgenomen in het ziekenhuis. En sommigen natuurlijk ook alweer ontslagen. In West-Maas-en-Waal zijn het er 17, in Tiel 41... En in West-Betuwe zijn dat er totaal 42. Daarbij wilden we toch nog even aandacht geven aan het feit dat er 74 regiogenoten aan COVID-19 zijn overleden. En dan ten overvloede nog maar even die richtlijnen. Want hoe weet u nou of u het coronavirus heeft? Heeft u meer dan 38 graden koorts? Moet u hoesten en ademt u moeilijk? Blijf dan thuis, maar bel in ieder geval de huisarts. De gemeente Buren heeft een klimaatvisie. Eerder daarover sprak ik met wethouder Pieter Neven. Wethouder, goeiedag. Ja, goeiedag. De vraag allereerst, wat houdt die klimaatvisie nou in grote lijnen in? Is dat snel uit te leggen? Nou, dat is kort uit te leggen. Het is een visie eigenlijk voor de komende tientallen jaren. We moeten voldoen aan het Gelderse Energieakkoord. We hebben nog niet echt beleid voor de duurzaamheid in de gemeente Buren, dus al het beleid wat wij willen gaan oppakken staat in die klimaatvisie. En dan gaat het vooral over een paar dingen, zoals een warmtevisie die uitgewerkt moet gaan worden. Een visie op het gebied van waar komen zonnepanelen te liggen en een windvisie. En daarnaast moet laadpalenbeleid ontwikkeld worden. Dus ja, en in die visie wordt het een en ander allemaal uitgelegd. Ja, en wijkt deze visie nou bijvoorbeeld veel af van de visie van bijvoorbeeld Tiel of Neder-Betuwe? Nou, ik ben niet precies op de hoogte van de diverse, ik heb er wel een aantal gezien, maar niet van alle buurgemeenten. Maar het komt er hierop neer dat wij inzetten op deze zaken die nodig zijn voor om klimaatneutraal te gaan worden. En het wijkt niet echt af van andere visies in de regio of in Nederland. Oké, okay. En u vraagt de mensen ook of ze eventueel mee willen doen. Hoe moet ik dat zien? Hoe werkt dat? Nou, wij willen juist met die onderdelen die we gaan uitwerken naar de dorpen toe, dus naar de mensen toe. Er komt een megadenker, soort denktank, kun je ook voor opgeven, PVT. Voor de rest, die speelt ook nog, kunnen mensen ook op 13 mei digitaal meedoen. Dan moet je aanmelden bij restrivierenland.nl. Bij die restvergadering willen we trouwens ook wel bij de inwoners ook weer dingen ophalen die we in de toekomst kunnen gaan gebruiken. Dus er zijn al een flink aantal aanmeldingen voor, maar het zou mooi zijn als er nog meer bij komt. U heeft het ook dan over mensen bij elkaar halen, maar ja, dat is eigenlijk niet toegestaan op dit moment. Nee, maar het gebeurt digitaal. Dus je kunt je digitaal aanmelden. Dus je kunt je aanmelden. En het is vooral ook dingen ophalen bij de mensen ook die we weer gebruiken voor de toekomst. En we willen vooral met de klimaatvisie, al gaat het over zon bijvoorbeeld, zonnevelden, al komen in een bepaald gebied in de gemeente uit, ook al die mensen erbij gaan betrekken. En dat staat allemaal gepland in de tweede helft van dit jaar. Dus niet nu nog. En dan hopen we dat de omstandigheden gunstiger zijn om inloopavonden te houden. Ja, en anders moeten we toch digitaal spoor gaan bewandelen. Moeten we dan wel het anders organiseren. Oké, dank u wel. Tot slot nog, hoe is de situatie in zijn algemeenheid in Buren? Zeker gezien de COVID-19 of coronacrisis? Nou, hier in Buren werkt iedereen zo goed als thuis. Maar het beleid wordt wel gemaakt door de ambtenaren, dus we hebben voldoende contact digitaal via de telefoon, dus dienstverlening gaat door. Wat nu heel veel aandacht vraagt is noodopvang bijvoorbeeld bij de kinderopvang. We moeten afstemmen met scholen daarover van ja, hoe
moeten we dat regelen? En ja, daar zijn onze ambtenaren even heel hard mee bezig. En gelukkig hadden we iets minder gemiddeld besmettingen dan andere gemeenten. En we hopen ook echt dat het heel snel verder gaat afnemen. En dat we uit die lockdown gaan komen met elkaar. Goed, ja. Hartelijk dank voor uw tijd en uw toelichting. Graag gedaan. Er wordt veel gevraagd van onze ouders in deze coronatijd. Ze zijn naast ouder ook werknemer of werkgever. Soms mantelzorger en nu en dan ook leerkracht. En dat alles met weinig bewegingsvrijheid. Voor wie het allemaal even te veel wordt, is er een nieuwe hulplijn. Getrainde vrijwilligers van het Kindercoach Gilde bieden een luisterend oor met de oudertelefoon. Een bijdrage van Menno Provoos. Ik ben zelf ook die ouder. En ik zou het zelf ook fijn vinden als ik ergens tegenaan loop, dat ik iemand kon bellen om even mee te sparren. Goedemorgen, coachpraktijk. Kindercoach Nel Schildmans is vrijwilliger van een nieuwe hulplijn voor ouders. Die willen in deze coronatijd graag even hun verhaal kwijt, merkt ze. Die ouders moeten al die ballen in de lucht zien te houden. En dan zit je ook nog 24/7 bij elkaar op de lip. Als je al een beetje overprikkeld bent, kan dat gaan leiden tot een burn-out. Of het kan leiden echt tot flinke botsingen. Voor die ouders zijn wij er om een luisterend oor te bieden. Verspreid over de provincie is zo al een heel netwerk ontstaan. Ook Mirjam Leijten uit Tiel meldde zich aan als vrijwilliger. Het is belangrijk in deze tijd om ouders even stoom af te kunnen laten blazen. Even gewoon hun verhaal te kunnen laten doen, zonder oordeel erover. En dat lijkt heel goed te werken. Om narigheid te voorkomen hopen de coaches dat veel ouders de hulplijn weten te vinden. We proberen ook tegen ouders te zeggen die al gebeld hebben van nou, zeg het voort. Laat horen, laat zien aan andere ouders dat het jou heeft geholpen. En dat we er voor iedereen zijn. Dit was de update van 4 mei 2020. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de regio, dan volgt u ons natuurlijk op de website. Dat kan op www.regiotvtiel.nl. En anders zet u gewoon de televisie aan. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.